Hallo iedereen, welkom bij Quinten. En vandaag voor jullie de eerste mop op dit gameplay. Maar wacht, voordat we beginnen, ga ik even iets opschrijven. Want het is belangrijk voor een goede commentary, anders komt hij niet mooi uit. Kom maar, schrijf stomme biek. 10 seconden. Oké. En terwijl hier in de straat brand is, ga ik voor jullie de knop op dit spelen. Ja, het is brand. Want de brandweer staat hier, ja. En het is ook brand, dat weet ik gewoon. Dat geeft iedereen. Dus we gaan gewoon beginnen. Ik ben gewoon moe, want ik ben gaan kijken. Helemaal naar beneden. En als nu mijn vorige commentary goed was, dan konden jullie de brandweer horen aankomen. Maar dat is niet het geval. Want dit is de vijfde keer dat ik nu speel. Dat gewoon, ik kan niet spelen gewoon. Maar ja, het is ook de eerste keer, hè. Kom aan. Ik ga niet verwachten dat ik direct rond mijn 35 graden zo'n zinnetje heb. Ik ben gewoon... Sorry mensen, jullie hoorden mij dus niet. Ja? Jullie hoorden mij niet, hè. Oké, nu dus wel. Nu dus wel. Sorry gewoon. Nog niet, ik hoor dat jullie nog niet... gewoon weggedaan hebben. Want jullie hoorden mij niet goed, hè. Nee, toch? Finn, nu ben ik ineens Finn. Dus zoals ik al zei, terwijl jullie live in de straat brand is, speel ik voor jullie Mob of the Dead. En ik had ook gezegd hallo iedereen. En ik had ook gezegd dat ik dit een vijfde keer speel. Voor de rest heb ik niet veel gezegd. Ik ben gewoon dom vandaag, omdat ik, ja... Ik weet ook niet waarom. Ik kan gewoon niet meer spelen. Ja. Ik weet ook niet waarom. Laat mij het niet gaan spelen. Ik kan dat ook niet aan doen. Nee toch? Kan ik daar niet aan doen? Vind ik niet zo slim? We gaan gewoon even wachten. Tot er al die stomme jongens uitgebroken zijn. Hier gaan we al niet meer uitkomen, hè. Zo. Oh, ik dacht dat ronde 1 al gedaan is, hè. Dat is dus niet waar, hè. Quinten. Herlaat. Wat is er brand hier op de hoek van de straat? Op de hoek van de straat is brand. En die brand gaat heel Lozaars verwoesten. Nee, dat is nu ook niet waar. Maar het was gewoon grappig. Daarjuist was ik dus aan het opnemen, commentaten. Maar dat was dus geen goede gameplay, dus die gaat niet uploaden. En ineens kwam brandweer. Dode hoek brandweer. Dat was echt wel een dode hoek brandweer, hè. Ik hoorde brand. Ik hoorde brandweer. Ik hoorde geen brand. Ik hoorde brandweer. Ik hoorde brandweer. En ik dacht, ja, ik hoor 80 keer per dag brandweer. Maar deze kwam ineens in onze straat. En ik dacht, ja, dan. Die kan misschien 80 kilometer verder in. Maar die gewoon een korte weg neemt om in onze straat te rijden. Maar dan ineens stopte die hier. En eerst was er een kleine jeep. En dan ineens kwamen hier nog twee ladderwagens. Of hoe noemt dat? Snap? Allee, hè? Weten we? En ja. Dan wist ik het. Dan had ik het door. En ik dacht. Dat is hier niet in orde. Dat is hier niet goed. Pakken we dat? Ja, pak dat eens. Ja, dat zijn dubbel points, Finn. De wezel en de Billy wisten wat dat was. Ga dus niet. Ga het dus de stoel van de hoop. Volgens mij zat die oncool. Finn met missile. Nee. Stop. Ik zou nu de hand weer gebruiken. Quinten dringend. Dat is wel nodig, hè? Want jij met Finn met missile. Echt zo'n kaartsfreak dat ik ben, hè? Laat me eens. Oh shit. Komt er iemand achter me? Nee, hè? Dat gaan we niet doen, hè? En ik ga altijd te vroeg dood.
Ik weet niet hoe ik daar juist ben doorgegaan. Ja, nou altijd met Juggernaut. Met Juggernaut, dat is geen goed teken. We gaan de hele tijd dood. Als je daar eerst nog naar Thomas gaat voor te knijven, dan was het al te laat. Dit is gewoon een te coole map, man. En ik wil gewoon hoge ronden halen. En als we dat nu niet halen, dan ga ik gewoon blijven voortspelen. Totdat we dat halen, gewoon. Hoge ronden voor jullie. Eigenlijk, het is niet dat ik dit voor YouTube koop, hè? Want ik koopte vroeger ook al... Black Ops 1 heb ik ook al alle zombie mappen, alhoewel die niks weg zijn. Dus ik heel veel geld kwijt, maar ik denk dat die wel opnieuw kan downloaden, hè? Ik heb gewoon Black Ops 1 verwijderd, omdat zombies niet meer werkte. En ja... Maar ja, dat kun je dan normaal toch nog eens opnieuw downloaden. Anders zou dat wel stom zijn van dat geld, hè? Zou wel afpikkerij zijn dan. Allee, hoe noemde dat? Afpikkerij, wat is dat voor een woord? Geef dat maar. Dat is voor mij! Magic bullets? Sure, I'll take your magic bullets. Jij gaat wat nog de nek overbrengen, ja. Dat voorstukje is gewoon cool, maar dat heb ik al 80 keer gezien. En ik zag dat heel graag en nu zie ik dat niet meer graag, dus ja. Ik snap het niet. Maar, laat me. Ik ga het toch nog overlaten, als ze dat willen weten. Oh, meen het eigenlijk. Oh man, laat me. Laat me gewoon met rust. Ik wil gewoon nog geld. Voor... Ik wil 6000 hebben gewoon. Dat heb ik volgens mij genoeg. Kijk, man, hoe stom dat hij doet. Ja, we hebben sowieso wel genoeg. Alleen voor de kijk, we krijgen geen geld meer. Kom, geef. Die kost wel overdreven veel, die deur, ja toch. Oké. We spawnen hier, oké, dan moeten we naar daar, hè. Ja. Zo. Dit. De andere doos een beetje wel, want daarachter is ook nog een, hè. Dat weten jullie wel als de busten, hè. Eigenlijk niet waarschijnlijk. Maar ik ben gewoon de freak die alles weet, hè. Ik ben gewoon een strever. Hé, ga eens aan. Waar is hij? Is hij ineens weg? What the fuck? Ook wel raar, hè? Is hij dood? Daar kun je zien naartoe. Want Call of Duty wel even trollen, denk ik. Oké. Chicken, ik zet hem ook al even aan. Nu speel ik al iets relaxer. Shit man, ik zit altijd vast. Na ik dingen gedaan heb. Afterlife. Ik weet niet waarom. Ik kom daar gewoon vandaan, boeien. I'm sick of losing money on the box. I'll just take this. Oké, nu gaan we doodgaan, maar ja. Maakt niet uit. Eigenlijk maakt dat te hard uit, maar ja. Voor mij niet. Hier ligt een paard van de dingen normaal. Dag paard van de zombie shield, maar dat kan ik toch niet maken. Daar ligt ook nog een paard. Hier moeten we de sleutel. Juist. Dat wou ik vergeten, zo. We hebben te weinig geld, maar ja. Dit is wel een pro-wapen, hè. Ik wist niet dat er zoveel kogels had. Ik dacht dat er minder was. Maar ik ben gewoon slecht in zombies, hè. Allee, echt. Normaal gezien ben ik daar beter in met multiplayer. Hondje! Eet die zombies op? Pakken we dat? Nee. Saai. Dan kunnen we wel Juggernaut kopen. Nee, ik pak... Oh! Hond! Ik moet dat gewoon pakken. Eerlijk, ja toch.
Oké, gelukkig dat we nog één over hebben. Zo. Als je beet gaan we in terug naar de dingen. 750 kost hè? Hier. Ja. Oké, we gaan checken het nu. En eigenlijk maakt dat niet zoveel uit in dit. Al wil ik liever niet dood worden gegaan. Maar ik kan ook niet spelen, zou ik al zeggen tegen jullie. Kom. Zombies. Dag. Pak een zombie. Oh! Nu ineens komt dat dubbel point. Dat is niet logisch, maat. Het blijft, hè. Nu gaan die ineens allemaal hier zijn. Ik weet het wel zeker. Hoeveel kost die stomme perk? Een nieuw ding. Allee, kom aan. 2000. Oké, de sleutel. Sleutel. Komen die last hier? Nee. Dat toon onze vriendjes niet, hè? Niet, hè? Poesie, poesie, poesie. Boeien, ik had gewoon geen laders meer. Oké. Dag, hondjes. Hehe, die eet die echt allemaal op. Echt grappig. Waar is dat ding nu weer? Zitten we vast? Nee. We kunnen naar boven. Jullie laat ik even over, hè? Jullie laat ik naar even over. Hier zijn we sowieso dood, hè? Oké, arm. Fuck. Waar was die ding nu weer? Die sleutel. Ik vergeet dat gewoon. Shit man! Ah daar, oké. We gaan in afterlife gaan. Hoe geraken we terug? What? Fuck? Hoe geraken we terug naar boven? Kunnen we niet meer terug naar boven? Dat kan niet, hè? Oh, moeten we dit kopen? Oh, motherfucking bee. Oké. Oké, hier lig ik. Dan moet ik naar hier gaan. Naar hier. Dit is gewoon een moeilijke map. Zo. Die staat op. Wee. Oké, maar hier springen. Ik ben niet dood. Waar ligt die fucking sleutel? Is die hier niet? Ik kom daar hier kistje staan. Ja! Kistje. En toch. Nice. This will put me in fine shape. Galil. Oké, is dat een goede wapen, hè? Eens kijken dat daar die sleutel langt dan. Andere kant. Naar hier. Helemaal andere kant dan. Moeten we terug even naar hier gaan. Zo. En we zijn weer in het begin. Dan hangt hier die stomme. Ja. Hallo. Moeten we die power opzetten? Hier en hier. Oké, perfect. Gaan we even in afterlife gaan. Voor de zoveelste keer.
Kun je dat nog naar eens? Oké, nee, dit is alles. Oké. Shit man, dit kan ik niet. Dit kan ik niet man. Ik ken dat hier niet. Ik moet terug. Fuck. Hoe moet dat hier? Hoe moet dat? Weet je wat ik ga doen met ze? Oh, sleutel. We moeten die dingen al niet meer hebben, ze. Dat moeten we nog wel doen. Kunnen we hier naar boven doen? Ah, we komen van hier. En dan kunnen we... nee, we kunnen niks doen. We kunnen gewoon niks doen. Ik ga even stoppen mensen hier. Ik zet het gewoon op pauze. Kwartiertje is al wel goed, hè. Oh shit. Ja. Een kwartiertje is al wel goed, denk ik. Voor de eerste part. Dan zal ik die al uploaden. Bedankt voor het kijken. En tot part 2, die ik hoop morgen online te zetten. Tot morgen.